Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Dit keer een podcast over de wet van de aantrekking of de wet van de aantrekkingskracht. En dat voelt voor mij een beetje alsof ik uit de kast kom. Alsof ik moet toegeven of bekennen dat ik iets ben wat niemand van mij verwacht had of iets dergelijks. En ik zal je even vertellen waar dat door komt, want ik ben eigenlijk heel erg rationeel, feitelijk en zeg maar bijna wetenschappelijk opgevoed. En mijn vader die zei vooral altijd dat we alles feitelijk moesten beargumenteren en uit moesten zoeken en het moest logisch zijn. En dus nou ja, dat moet zeggen, dat vond ik ook heel fijn. En dat is ook iets wat mij in mijn leven heel erg heeft geholpen. Hè? Ook het analytische stuk, om het zo te zeggen. En mijn moeder was wel gelovig, maar die liet ons vrij in hoe wij daar zelf mee om wilden gaan. En mijn vader, die is ook in zekere zin gelovig opgevoed, maar die liet ons ook helemaal vrij. Hij zegt, je moet zelf denken en je moet zelf je waarheid ontdekken en dat moet je zelf toetsen en dat soort dingen. Dus, nou ja. Dus voor mij was geloof, religie eigenlijk heel ver weg, laat ik het zo zeggen. Terwijl, dat is niet helemaal waar, want als kleinkind dachten wij wel van dat er een God was en dat wij een soort van verantwoording af moesten leggen of wat dan ook. Ik weet het niet, maar toen waren we nog redelijk klein. En ja, en op een gegeven moment moet ik even denken wanneer ik voor het eerst in aanraking kwam met het meer spirituele, en ik weet wel wanneer dat was. Dat was volgens mij ergens in, ik vermoed, 2007. Toen heb ik een burn-out gehad. Al vraag ik mij af of dat echt dan een burn-out was. Omdat ik in principe maar 2 weken echt thuis was. En, maar goed, dat maakt ook niet uit. Het was wel een periode waarin ik, ja, toch op zoek ging naar oplossingen en voelde dat er in mij echt wel iets mocht veranderen. Dat ik, hoe moet ik dat nou zeggen? Maar ik voelde in ieder geval dat ik anders wilde gaan kijken naar dingen en anders om wilde gaan met bepaalde zaken, omdat het moest, omdat ik als het ware een soort van vast zat in bepaalde patronen. En op een gegeven moment, ik was die 2 weken dus ook thuis. En op een gegeven moment, de aanleiding was ook een flinke griep, zullen we maar zeggen. En op een gegeven moment ging het weer wat beter. En toen ging ik naar de bibliotheek. En toen zag ik een boek liggen van Deepak Chopra, Het geluk in jezelf. En op zich vond ik de titel best wel suf eigenlijk. En het was ook nog niet een cover of zo die flitsend was. Maar dat boek, dat sprak me zo erg aan en ik had zo'n gevoel dat ik die gewoon moest meenemen. En ik zie me nog zo zitten, volgens mij was het in de tuin, met dat boek. En ja, Deepak Chopra is een arts en een Indiaanse arts volgens mij. En het mooie vond ik, hij is arts en wetenschapper. Maar hij is ook heel spiritueel en met spirituele zaken bezig. En met Ayurveda, dat is dan weer een bepaalde voedingslevensstijl, zullen we maar zeggen. En dat bruggetje, zeg maar, naar spiritualiteit, dat ging via hem heel goed. Omdat hij alles ook heel erg wetenschappelijk kan uitleggen. Heel feitelijk. En hij legde heel veel dingen uit over hoe de natuurwetten werken. En één term, en volgens mij zeg ik die elke keer verkeerd, synchroniteit of is het synchroniciteit? In elk geval, als het ware, heel plat uitgelegd, toeval. En hij vertelde over die term dat heel veel dingen helemaal niet toevallig zijn, maar dat er een soort van universum is. Er is natuurlijk ook een universum, dat is natuurlijk iets wat jij waarschijnlijk ook wel weet, maar dat alles uit energie bestaat en dat alles als het ware met elkaar verbonden is. En dat de natuur is ook gewoon één geheel wat op allerlei fronten met elkaar samenwerkt. En dat zie je natuurlijk in de seizoenen, eb en vloed. Maar dat zie je ook bij dieren die bijvoorbeeld aanvoelen dat er bijvoorbeeld een orkaan of zo opkomst is. En dat heeft ook te maken met zaken die we niet kunnen waarnemen of die niet tastbaar zijn, maar die er wel zijn.
En hij legde heel veel dingen uit over de natuur, over de cycli in de natuur. En ja, het is al een tijd geleden en het heeft zoveel indruk gemaakt, maar ik kan niet exact terughalen wat indruk heeft gemaakt. Maar het belangrijkste was in ieder geval wel, ik kreeg echt een gevoel alsof ik me helemaal geen zorgen hoefde te maken. En dat er, hoe moet ik dat nou zeggen? Dat toeval niet bestaat en dat de weg zich wel ontvouwt en dat heel veel dingen, heel veel ontwikkelingen ook een proces zijn. En dat er, als je daarvoor open staat, continu wel antwoorden op je pad komen. En dat je daarop mag vertrouwen. Dat je het niet allemaal hoeft te beredeneren en allemaal rationeel hoeft te verklaren. Of met je verstand hoeft te beredeneren, om het zo te zeggen. Dus dat was voor mij eigenlijk de allereerste keer dat ik in aanraking kwam met spiritualiteit op een wijze die mij aansprak. En ik kan je zelfs wel zeggen dat dat boek echt een soort bewustzijnsverschuiving in mij veroorzaakte. Ik ging gewoon anders naar de wereld kijken en ik voelde me anders en ik voelde gewoon een heel diep vertrouwen. Dus dat was voor mij de allereerste keer. En toen ben ik me ook wat meer daarin gaan verdiepen. En toen kwam ook al wel de wet van de aantrekkingskracht voorbij. En ik heb nog meer boeken van hem gelezen. En nog wel van andere mensen. En op een gegeven moment, volgens mij heet hij Michael Losier. Of Losier, weet ik veel hoe je dat uitspreekt. Losier, geloof ik. Ik zal hem wel even opnemen als linkje naar zijn boek. Als die tenminste nog uitgegeven wordt. En hij had een boek, heeft hij nog steeds dus. En dat heet ook volgens mij echt de wet van de aantrekkingskracht. En die ben ik toen gaan lezen. En ik ben nog niet eens helemaal uit hoor, maar ja, dat was voor mij eigenlijk de eerste aanraking met de wet van de aantrekkingskracht, vermoed ik. Oh, en wacht, nee, dat is niet helemaal waar, want The Secret, nou, die kent volgens mij iedereen wel, die heb ik toen ook gekocht, want ik kocht ons ongeveer elk boek wat er bestond. En ik merkte dat, er waren een aantal dingen in het boek wat me wel aansprak, maar ik ben ergens in het boek gestopt, omdat ik het gewoon allemaal veel te, hoe moet ik dat nou zeggen? Nou, ik vond het allemaal een beetje te ver gaan, laat ik het zo zeggen. En ik vond het ook heel erg gericht op materialisme. En er stonden dingen in waar ik me niet mee kon verenigen op dat moment. En de manier waarop het werd geschreven, nee, het sprak me niet aan. Maar goed, dat zijn wel de momenten waarop je bekend bent geraakt met term. En op een gegeven moment, moet ik even denken, wanneer was dat dan? 2013, 2014? 2014, denk ik. Toen ik bezig was met mijn opleiding tot life coach, kregen we lessen over religie. Tenminste, om mensen te coachen op basis van hun eigen geloof en religie. Want in life coaching zeggen ze al, als mensen geloven ergens in, kan dat heel erg krachtig zijn om hun problemen aan te pakken. En dat kan dan ook een heel diep gevoel van vertrouwen geven. En als mensen geloven, zorg dan dat ze dat zelf in kunnen gaan zetten. En dat vergt van een coach wel wat technieken. Maar ook dat je je wat verdiept in de verschillende geloven. Om ook wat opener daarin te worden, om het zo te zeggen. En als coach is het dus niet de bedoeling dat jij jouw eigen religie gaat opdringen. Maar dat je onderzoekt waar bijvoorbeeld een cliënt in gelooft en dat je kijkt of je dat samen in kunt zetten om te bereiken wat iemand wil bereiken. En zo kwam het. Toen gingen ze het in één keer hebben over, ik weet al niet eens meer wat de titel was, maar in elk geval had het een relatie met de wet van de aantrekkingskracht. En begonnen ze te vertellen over hoe moet je dat nou noemen? Channeling of zo, of dat boodschappen uit het universum kwamen via iemand. Nou, ik dacht echt, jezus, Nina, wat is dit nou weer? Wat een zweverig gedoe. En ik voelde zoveel weerstand eigenlijk erbij. Ik dacht, wat is dit voor een rare opleiding? En tot die tijd had ik het echt gewoon allemaal heel goed gevonden en kwalitatief goed. Maar ik dacht echt, waar gaat het heen? En ze vertelde over Abraham Hicks en Esther Hicks. En Esther Hicks is dan de vrouw die tijdens haar meditatie bepaalde boodschappen doorkreeg vanuit het universum. En zij noemde dan dat Abraham. En ze vertelde toen over, ik weet niet of ik het helemaal goed navertel hoor, over dat er hun filosofie is eigenlijk dat het universum is één. Alles is energie.
Feitelijk is dat ook zo, hè? Dat is ook wetenschappelijk wel te verklaren. Alles is, ja, bestaat uit, of heel veel dingen bestaan uit materie, maar materie is eigenlijk ook gewoon energie. En energie kan van vorm veranderen. Ik bedoel, je kunt een tafel hebben, dat is materie en energie. En als die weer uit elkaar gehaald wordt, dan verandert de bewijs van spreken van vorm. Nou, ik zeg het volgens mij heeft nog nooit iemand het zo stom uitgelegd, maar goed. In elk geval, ze zeiden van, nou, hun filosofie is dat je een soort van, ja, zij noemen het een inner being hebt, een hoger bewustzijn. En dat is dus een, nou ja, laat ik het even zo noemen, je energie of je ziel of je hogere zelf of whatever, hoe je het ook wil noemen. En dat is een oneindig iets. En dat je een, hoe noemen we dat nou, een fysieke ervaring hebt op aarde. Dus dat je als het ware in een lichaam geboren wordt. En dat je dan nog steeds, dat hogere bewustzijn is er ook nog steeds. Maar je komt dus in een lichaam. En een lichaam heeft sowieso een heel andere trillingsfrequentie. Hè? Hoe dichter materie op elkaar zit, hoe anders de energie trilt, om het even zo plat gezegd te zeggen. En zij zeggen dus van, je bent hier op aarde om een fysieke ervaring te hebben. En dat alles draagt bij aan de expansie, dus aan de groei eigenlijk van het universum. En tijdens jouw aardse bestaan heb je nog steeds gewoon connectie, zeg maar, met je hogere zelf of je hogere bewustzijn. En dat hogere bewustzijn is gewoon energie. En dat is ook gewoon geconnect met alles om je heen. Dus ook met andere energieën en ook met de natuur. En nou, noem het allemaal maar op. Volgens mij leg ik het helemaal niet zo heel goed uit. Het is voor het eerst dat ik hier zo via een podcast over praat. Dus ik zal waarschijnlijk steeds concreter worden over dit onderwerp. Maar zo is het een beetje, dat was voor mij eigenlijk de allereerste keer dat ik hier echt mee in aanraking kwam. En ik had zo ongelooflijk veel weerstand. Ik vond het zo zweverig en ik was zo teleurgesteld in de opleiding dat ik echt dacht, nou, ik weet het niet. Ik denk dat ik gewoon ga stoppen met deze opleiding. En, maar ja, iets in mij houdt er niet van om iets niet af te maken. He, waar ik mee begonnen ben, wil ik afmaken. En ik had gewoon een missie, ik wil die opleiding doen. En de rest was echt kwalitatief gewoon heel erg goed. Dus ik dacht, nou, weet je wat ik doe? Ik ga sowieso deze opleiding afmaken. Maar ik ga hier mijn eigen vertaalslag gaan geven. En wat ik nou ga doen, ik ga deze materie uitleggen in de vorm van mindset en logica. Toen dacht ik, dat kan ik handelen. Ik dacht, eigenlijk zeggen ze, de wet van de aantrekkingskracht stelt dat het gelijke aantrekt. Hè, dus net als jij met een pestbui uit bed stapt en je bent chagrijnig, dan gaat over het algemeen ook van alles verkeerd. En door jouw houding en gedrag, hè, laten we het dan maar even energie noemen, dan trek jij ook soortgelijke situaties en mensen aan. En als je helemaal enthousiast bent en je zit lekker in je vel, dan trek je ook veel meer kansen en mensen aan die overeenkomstig zijn met hoe jij op dat moment uitstraalt, zullen we maar zeggen. Dus ik dacht, nou, dat vind ik allemaal ook gewoon heel logisch. Dat is gewoon logica. Dus daar kan ik wat mee. En toen dacht ik, de wet van de aantrekkingskracht stelt ook dat jouw meest dominante gedachten ook zorgen dat je iets wel of niet manifesteert. Nou, eigenlijk manifesteren, dat is ook zo'n term. Manifesteren betekent eigenlijk werkelijkheid laten worden in jouw ervaring. En manifesteren gaat over zaken zoals een huis of een relatie of een auto. Dus echt materiële dingen. Maar, nou, dat is niet meer waar, maar ook ervaringen. En dat als jouw dominante gedachten behoorlijk negatief zijn, ja, of dat je weinig geloof hebt in bepaalde zaken, dan trek je dat ook meestal aan. Dat is weer dat overeenkomstige wat je dan aantrekt. En dat als jij geloof hebt en vertrouwen hebt en dingen helemaal voor je ziet, dat het zich kan ontwikkelen, dan zie je ook vaak dat dat ook gewoon gebeurt. Dat vond ik eigenlijk ook heel erg logisch klinken. En ik dacht dus inderdaad, daar kan ik wat mee. En ik kon ook voorbeelden van mezelf tevoorschijn halen, dat heel veel dingen ook werkelijkheid kunnen worden als je er echt in gelooft en het ook echt voor je ziet en een soort van vertrouwen hebt dat dat gewoon zo gaat lopen.
En dat heb ik echt met de meest briljante dingen eigenlijk wel gehad. Net als dat ik absoluut niet de traditionele opleidingen en weg heb afgelegd om leiding te gaan geven. Maar toch heb ik altijd gevoeld en geweten en voor me gezien dat ik dat ging doen. Dus ja, heel veel dingen hebben zich ook op die manier ontvouwd. Zeg je dat goed? Ontvouwen? Ontvouwd. Oké. Nou, die mindset en nou ja, daar kon ik echt wel wat mee en was het voor mij weer logisch. Dus ik had echt zoiets van, nou, mooi, ik kan weer verder. Ja, en toen kwam ik bij een methode om te werken met de wet van de aantrekkingskracht. Terwijl je eigenlijk altijd werkt met de wet van de aantrekkingskracht, net als met de wet van de zwaartekracht. Dat is gewoon zo, dus of je daar nou bewust mee bezig bent of niet, dat is wat het is. Maar anyway, om daar bewust mee te gaan werken. En dat was een methode, placement methode. En die gebruik ik nu heel veel trouwens. En dan moest je aan de rechterkant moest je opschrijven welke 3 tot 5 dingen jij die dag moeiteloos zou doen. Dus dat zijn de zaken die binnen jouw invloedssfeer liggen. En dat kunnen hele tastbare acties zijn. En aan de linkerkant schreef je op dingen waarvan ik wil dat het universum die voor mij doet. Zeg ik dat goed? Ja, in ieder geval dingen waarvan je wil dat het universum dat voor je regelt. En daar mocht je dingen neerzetten waarvoor je nog geen antwoord had, waarvan je het hoe eigenlijk nog niet wist. Ze zeggen ook, jij gaat over het wat en het waarom, dus waarom je bepaalde dingen wil. En nou ja, het wat, daar kun je wel iets bij voorstellen. Bijvoorbeeld een huis, maar waarom wil je een ander huis? Net als wij hebben nu, zoals ze dat dan zeggen, een huis gemanifesteerd van onze dromen. En ik heb elke keer voor me gezien dat we in het bos gingen wonen. Of in elk geval vrij uitzicht. Eerst was het dan een weiland, later werd dat een bos. En dat we heel veel ruimte om ons heen hadden. En een groot huis en heel veel licht. En dat we vogeltjes hoorden en dat we de grote deuren open konden zetten. En dat mijn praktijk heel veel glas had en dat ik zo naar buiten kon. En dat het een aparte ruimte was. En ik zag dat helemaal voor me. En Aaron ook. We hadden het er heel vaak over en we wisselden met elkaar ook heel vaak beelden uit. En het heeft wel even geduurd, maar toen wij de eerste bezichtiging deden in ons huidige huis, dacht ik, ik ben hier geweest. Dat dacht ik werkelijk toen ik hier liep. En toen dacht ik, nee, ik ben hier helemaal niet geweest. Dit is gewoon het beeld van wat ik had. En nou ja, dat is eigenlijk een beetje zoals we dat dan zeggen, want we hebben het ook gewoon, ja, geloofd of erop vertrouwd dat op de een of andere manier dat huis wel een keertje kwam. En er waren ook momenten waarop we het helemaal niet meer zagen. En het grappige was dat wij door deze straat een keertje reden met vrienden van ons. En toen zeiden we eigenlijk allebei van, wauw, dit is echt niet voor ons weggelegd, maar dit is echt heel erg mooi om hier te wonen. Maar wij dachten, er staan echt huizen van 3 miljoen en nog meer. En we dachten, nou, dat is niet voor ons weggelegd. En op een gegeven moment zagen wij op Funda een huis staan in deze straat. En die was wel binnen ons budget. Dus toen zijn we gaan kijken. Alleen op dat moment zeiden ze al, ja, we hebben al een bod op het huis gekregen. Dus het kan maar zo zijn dat het huis al verkocht is. Plus, we vonden het best wel heel veel geld. Zeker voor het feit dat er weinig licht was. En ook niet een gigantisch perceel was. En ja, en er moest nog een coachpraktijk gebouwd worden. Maar ik baalde als een stekker dat het al eigenlijk bijna verkocht was. En op een gegeven moment hebben we gezegd, weet je, we zoeken toch eventjes op deze straat. En toen kwam mijn huis tevoorschijn in Funda en ik dacht, nee. We keken allebei en we dachten, oud. En toen zeiden we toch van, laten we toch gaan kijken. Nou, daar wonen we dus nu. Dus ja, wat wou ik nou zeggen? In elk geval, dit hebben we gewoon voor ons gezien. En dat is ook, zoals we dat noemen, manifesteren. Nou, even weer terug naar die placement methode. Wat ik vertelde, dat je aan de rechterkant zet je dan wat jij gaat doen. En aan de linkerkant zet je dan wat jij wilt dat het universum voor jou doet. Want wij waren bezig met het wat. Dus het huis en waarom we daar wilden wonen. Omdat we dan in de natuur zouden zijn. En ik zag al voor me hoe we met familie hier zaten. Dus echt, ik voelde er echt emoties bij en Aaron ook. En we zagen het gewoon helemaal voor ons. Dus het was heel helder waarom we het wilden en wat we wilden. Dus de condities, om het zo te zeggen, de criteria. En het kader van de wet van de aantrekkingskracht zeggen ze dus, het hoe is niet aan jou. En toen dacht ik ook,
in het kader van mindset, van ja, dat werkt ook vaak zo. Dat als je heel erg gaat proberen een oplossing te bedenken voor een bepaald probleem. En als je daar bij wijze van spreken je hoofd bijna over breekt, dan merk je dat je heel vaak een beetje in hetzelfde straatje aan het denken bent. En dan zie je heel vaak bij mensen die bijvoorbeeld hardlopen, of onder de douche, of in bad gaan, of even iets anders doen, of een boswandeling maken, dan in één keer, floep, komt de oplossing naar boven. Of je komt net iemand tegen die heel anders naar een probleem kijkt en die jou de oplossing aanreikt. En vaak is dat op het moment dat je het even los kunt laten. Dus ik dacht, weet je, ik kan dit weer vertalen naar mindset en naar een rationele denkwijze, om het zo te zeggen. Dus zit wat in deze methode. Dus aan de rechterkant ben ik toen de acties op gaan schrijven waar ik invloed op had en die ik voor me zag. En links ben ik mijn vraagstukken gaan opschrijven waarvoor ik nog geen oplossing had. En ik kan je niet vertellen inhoudelijk wat er toen gebeurde, omdat het over iemand anders gaat. Maar ik had zorgen over iemand. En ik heb eigenlijk aan de linkerkant geschreven dat ik wilde dat daar een oplossing voor kwam. En ik heb ook toen een beetje aangegeven, niet wat voor soort oplossing, maar wel, hoe moet ik dat nou zeggen? Nou, in elk geval vroeg ik of daar een oplossing voor kon komen. En dat deed ik 's ochtends en dezelfde middag kreeg ik een telefoontje van diegene. En die ging echt letterlijk vertellen wat ik had gevraagd. En dat ging ze doen. Letterlijk, gewoon letterlijk. En echt waar. Ik had alle haren die ik heb, die stonden recht overeind. En ik had kippenvel. En ik vond het scary. Ik was zo geschrokken. Ik dacht, what the fuck? Het is gewoon letterlijk. En op dat moment voelde ik ook gewoon, tuurlijk, je kan rationeel zeggen dat is toeval. Dat is wat ik later ook probeerde te doen. Maar ik was zo geschrokken. Ik dacht, what the fuck, dit ga ik gewoon niet meer doen. Ik dacht, dit ga ik gewoon niet meer doen. Dus het ging natuurlijk verder in de opleiding. En op een gegeven moment was ik ook wel een beetje nieuwsgierig geworden van, zou dit dan ook niet gewoon met andere dingen wel of ook werken? En ik bedoel met wel, laten we het zo zeggen, dit was niet helemaal de oplossing die ik wilde. Het is lastig hè, dat ik niet over de inhoud kan praten. Maar goed, maakt ook even niet uit. Op een gegeven moment dacht ik, weet je, ik ga het gewoon vaker doen. En ik ben toen een beetje gaan spelen met bepaalde vragen die ik stelde aan het universum. En ik dacht, het was gewoon echt heel bizar wat voor dingen er gewoon uitkwamen. En een simpel voorbeeld is bijvoorbeeld dat ik 's ochtends vroeg in mijn oude huis zat. En dat was ook het moment dat ik echt verlangde om fulltime te gaan ondernemen. En dat ik helemaal voor me zag en voelde hoe het was dat ik 's ochtends aan de koffie zat. En dat ik even me ging voorbereiden op mijn coachgesprekken. En dat ik dus niet naar kantoor hoefde, dat ik thuis bleef. En dat ik dus klanten kreeg. En ik zag dat helemaal voor me. En een paar maanden later zat ik daarin. Dan was ik dat aan het doen. En dat is een simpel voorbeeld. Simpel noem het eigenlijk maar simpel. Want het was helemaal niet zo simpel. Want het had nogal wat impact natuurlijk, dat snap je. En ook toen ik ben parttime begonnen met ondernemen. En op een gegeven moment in januari 2018 ben ik fulltime gaan coachen. Dus vanuit mijn eigen praktijk. En toen dacht ik ook van, jezus, ik zat toen voor die tijd al helemaal vol. Weekenden, avonden. En ik had ook al een dag minder was ik gaan werken. Die zat ook vol. Maar ik dacht, ja, maar zometeen in januari ga ik starten. Dus hoe krijg ik mijn agenda vol? Dus ik vroeg gewoon 's ochtends aan het universum van, dat ik graag wilde dat klanten zich zouden melden of dat ik klanten zou krijgen. En op een gegeven moment ging ik zelfs ook vragen om aantallen. En dat ging echt dagen achter elkaar de hele tijd. Gebeurde dat gewoon. Dat op een gegeven moment dacht ik ga dit ook. Want Aaron die dacht echt van, ik weet niet wat er aan de hand is. Mijn vriendin is een heks geworden en ik weet eigenlijk niet wat ik hiervan vind. Die zat me echt aan te kijken van, is dit mijn rationeel feitelijke vriendin? Wat is er gebeurd met haar? En op een gegeven moment ging ik hem dus dat van tevoren vertellen. Ging ik 's ochtends vertellen wat ik dan op dat papiertje had gezet. En dan belde ik hem, of ik liet hem wat zien, of ik stuurde wat door. En dat hij op een gegeven moment zei, je kunt het eigenlijk denk ik geen toeval meer noemen.
Maar echt gewoon, ja, bizarre dingen ook. Gewoon echt aparte dingen. Ook dat we, dat ik bijvoorbeeld zei dat we iemand al jaren niet hadden gezien. En dat het leuk zou zijn om daar weer eens contact mee te hebben. En dat we dan een mailtje kregen van diegene. Dus het waren allemaal van dat soort dingen. Dat zelfs de meest sceptische persoon op aarde, kun je je voorstellen. Aaron, die zei, ja, wat moet ik ervan zeggen? Het is gewoon eigenlijk hartstikke bizar elke keer. Wat er gebeurt. En ja, nou ja, zo deden we dat steeds. En Luca die ging daarmee bezig. En Lisa ging daarmee bezig. En ja, moet ik het zo zeggen. Het is wat het ook is. Hè? Het universum of je eigen mind, je gedachten. Het werkt gewoon. En ik geloof persoonlijk wel in dat wij gewoon allemaal onderdeel uitmaken van van het universum. En waarschijnlijk van nog wel meer universa of universums. Universum, hoe noem je dat? Verzameling universums. Maar in ieder geval dat wij onderdeel uitmaken van het universum. Dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Want alles heeft ook gewoon, je moet zeggen, oorzaak en gevolg, actie en reactie. Alles heeft ook gewoon impact op elkaar, om het zo te zeggen. En ja, telepathie is ook zo'n bepaalde term. Dat heb je misschien zelf ook wel eens gehad. Dat het heel vaak is dat je aan iemand denkt en die belt dan. Of dat je een bepaalde connectie hebt met iemand. En als ik dan terugkijk, Aaron en ik hebben in onze tienertijd hebben wij verkering gehad. En ik denk, god, hoe lang is dat geleden? Weet ik veel, 2008 of zo, eind 2008. Toen dacht ik in één keer aan Aaron, kreeg ik een ingeving na iets van 16, 17 jaar of zo. En ik heb hem toen een berichtje gestuurd via LinkedIn. Van, hey, hoe gaat het eigenlijk met jou? Ben jij de Aaron van de Koninklijke Scholengemeenschap van vroeger? Ja, want ik wist het niet helemaal zeker. En toen reageerde hij en toen zei hij, dit is echt heel apart. Hij zei, echt waar. Ik heb vorige week gekeken op huis, op jij daarop zat. Ik moest in één keer aan je denken. Maar ik was niet meer op huis. En hij zei, nou wat apart. Na 16, 17 jaar, in dezelfde week hadden we aan elkaar gedacht. Dus dat was ook al best wel bijzonder, vind ik persoonlijk. Dus nou ja, dat. En ja, zo zijn er eigenlijk ongelooflijk heel veel dingen eigenlijk zo lopen. En ik ben er maar steeds meer aan gaan verdiepen en verdiepen en verdiepen. En heel veel klanten bij mij, die hebben daar ook wel eens van gehoord. Of die komen bij mij en die vertellen dat ze daarin geloven. En dan zet ik dat natuurlijk in. Dan gaan we gewoon kijken of we op basis daarvan. En nogmaals, het blijft ook mindset. Het gaat er eigenlijk heel erg om dat je goed voor jezelf zorgt. Dat je lekker in je vel zit. Want dan, het gelijke trekt het gelijk aan. Hoe beter jij in je vel zit, hoe logischer het is dat jij kansen, mensen, mogelijkheden, situaties aantrekt die overeenkomstig zijn met hoe jij je voelt. Hè, hoe lager je in je energie zit, hoe minder er vaak ook uit je handen komt, om het zo te zeggen. Anyway, ik werk dus met heel veel klanten op basis van de wet van de aantrekkingskracht. En wat ik al zei, het is ook mindset. Het gaat er heel erg over dat je vooral bezig moet zijn met wat je dan wel wilt. En dan heb je nog een verschil, want heel veel mensen zeggen, je moet alleen maar zeggen wat je wilt. En dan komt het vanzelf. Nou, zo werkt het dus niet. Je kunt dus zeggen, nou, ik wil een nieuwe auto. Nee, het gaat er ook heel erg om dus, waarom je iets wilt. Wat is de intentie erachter? Wat is de reden waarom je iets wilt? En dan ook, of je ook echt dat gelooft. Want als er belemmerende overtuigingen in jou zijn van, kijk, ik wil een auto manifesteren, ik noem maar wat een Jeep. Maar als in jouw geloofssysteem er overtuigingen zitten als dat verdien ik toch niet, of dat is toch niet haalbaar, of dat is alleen maar weggelegd voor die en die en die, dan is dat jouw punt van aantrekking, zoals ze dat noemen. Dan is dat wat je manifesteert. Zo zie je namelijk ook dat vaak arme mensen of minder kapitaalkrachtige mensen, of hoe noem je dat, minder vermogende mensen. Je ziet er vaak dat arme mensen, om het zo te zeggen, ook vaak arm blijven. Ze omringen zich vaak met mensen die ook niet veel geld hebben. En vaak zie je dat ze dan een beetje in dezelfde situatie blijven. Omdat dat ook hun dominante gedachten zijn. Omdat dat ook het bewijs is wat ze zien om zich heen. En je ziet vaak dat rijke mensen vaak juist steeds rijker worden.
En die omringen zich ook met heel veel mensen die veel geld hebben en ondernemend zijn. En er komt steeds meer overvloed en rijkdom. En dat wordt dan ook hun, ja, vaak hun geloofssysteem. Dat is gewoon een soort van standaard. Dus dat zie je heel vaak. Ja, je ziet het eigenlijk op allerlei fronten. Bijvoorbeeld iemand die hier kwam en die wilde graag afvallen. Maar die zei van, ik wil echt heel graag afvallen. En die wilde uiteindelijk ook de wet van aantrekkingskracht gebruiken. En ik wil afvallen. En we zijn eerst eens gaan kijken naar het waarom. Wat levert haar dat dan op? Wat zou er in haar leven veranderen als ze slanker zou zijn? Hè? Wat is de intentie erachter? En vervolgens kwamen we allerlei belemmerende overtuigingen tegen die ervoor zorgden dat ze niet kreeg wat ze wilde. En dat was dat ze zei van, ja, maar bij mij in de familie zijn ze allemaal dik. Hè? Ik bedoel, dat zit gewoon in ons. Hè? Dus dat is eigenlijk niet mogelijk. En nou ja, als je dat blijft denken, dan gaat dat gewoon niet lukken. Dan ben je jezelf ook aan het saboteren. Dan, ja, je brein brengt je ook naar je eigen standaarden, om het zo te zeggen. Naar je eigen waarheden. Nou wordt het misschien wel heel abstract, maar in elk geval, de wet van de aantrekkingskracht is niet zoiets als je zegt, dit wil ik en ik denk er maar lekker veel aan en ik wil het en dan komt het wel voor elkaar. Nee, zo werkt het niet. Je trekt eigenlijk aan op basis van wie je bent, hoe je over jezelf voelt, hoe je over jezelf denkt, wat je verwachtingen zijn en wat je overtuigingen zijn. En dat is net even wat anders, vind ik persoonlijk, dan hoe het in The Secret wordt uitgelegd. Nou, dit is eigenlijk mijn eerste keer uit de kast komen en mijn eerste keer. Nou, dit wordt wel een hele waanzinnige podcast. Maar waarin ik gewoon even out of the blue, zonder al te veel structuur, vertel een beetje hoe ik op het pad kwam van de wet van de aantrekkingskracht. Of hoe ik me eigenlijk bewust werd van hoe dat voor mij werkte. Laat ik het dan even zo zeggen. Want ik ben ook altijd, zeg ik, je moet je eigen waarheid ontdekken. Je moet ook nooit zomaar wat aannemen wat ik zeg, wat iemand anders zegt. Je moet altijd kritisch zijn en kijken wat bij jou past en wat jij gelooft. En doe onderzoek, verifieer dingen en ga zelf ervaren. Dus dat geldt ook hiervoor, vind ik persoonlijk. Maar dit is een beetje hoe ik in aanraking kwam met de wet van aantrekkingskracht. Ik gebruik het echt dagelijks. Ze noemen dat afstemmen. En daar bedoel ik mee dat ik afstem op wat ik wil manifesteren. En dat kunnen hele dingen, simpele dingen zijn, zoals hoe ik wil dat mijn dag verloopt. Dat kunnen ook materiële zaken zijn, ervaringen zijn. Dat kan van alles en nog wat zijn. En het geeft ook een kick, omdat het heel erg positief is. En je bent ook heel vaak aan het visualiseren of aan het dromen. Het geeft gewoon ook een goed gevoel. Dus, en het werkt in elk geval voor mij en de mensen met wie ik dit doe. En de mensen in mijn omgeving, dus niet klanten, maar gewoon vrienden, familie, mijn gezin. En ik ben inmiddels zodanig overtuigd en zo blij dat dit toch in mijn leven is gekomen, ook al had ik eerst heel veel weerstand, dat ik dus dit ook heel erg deel met mensen, omdat ik zie dat iedereen die dit doet, die is enthousiast. En dus ik dacht, ik moet daar gewoon ook wat mee in mijn podcast en in mijn YouTube. En vandaar dat ik even in grote lijnen uitleg van hoe dat op mijn pad kwam en hoe ik daarnaar kijk. En eigenlijk voelt dit nog maar als een beginnetje. Dus ik heb maart uitgeroepen in Love to Learn, mijn online academy, als de maand van de wet van de aantrekkingskracht. En daarin ga ik de basisbeginselen uitleggen van wat is het eigenlijk, hoe werkt het? En waarbij ik dus nog steeds blijf zeggen, dit is een filosofie die ik deel, hoe ik er naar kijk, wat mijn ervaringen zijn. Ik deel alle bronnen waar ik het vandaan heb. Dus ga ook zelf op zoek naar wat werkt voor jou, hoe kijk jij daarna? Hè? En net als, geloof jij in een ziel of een hogere zelf of in energie of bewustzijn? Dus ga zelf op onderzoek uit. Maar ik leer eigenlijk de basisbeginselen, zoals die voor mij werken. En ik geef je ook tools, verschillende soorten tools, omdat je altijd een favoriet hebt en een paar tools die gewoon goed voor je werken. Ik ga even hoesten, even hoor. De hele tijd een kriebel in mijn keel. Dus ik ga je ook leren hoe je bewust kunt werken met de wet van de aantrekkingskracht.
En daar ga ik je gewoon helemaal mee helpen deze hele maand. En we gaan wat experimenten doen samen. Dus dat is ook gewoon heel erg leuk. En dan gaat de volgende maand, ga ik hierop door. Omdat de wet van de aantrekkingskracht is eigenlijk maar een onderdeel van een van veel meer wetten. Eigenlijk van een grotere wet, de wet van creatie. Maar er zijn nog veel meer universele wetten. Echt super fantastisch, alleen die komen bijna niet in de media. De wet van aantrekkingskracht, die heeft gewoon, ja, dat is iets wat je overal hoort. Law of attraction, je ziet het overal voorbij komen. Het is hip, het is trendy. Maar in feite is het een universele wet, net als de wet van de zwaartekracht natuurlijk. Maar ook de wet van oorzaak en gevolg bijvoorbeeld, wat ik al zei, de wet van creatie. Er zijn allerlei universele wetten die gewoon zo ongelooflijk interessant zijn om die te kennen. Om te weten hoe dat werkt. En dat kan echt je inzicht veranderen in jezelf, in de wereld, in hoe dingen werken. En hoe dingen vooral voor jou kunnen werken. Dus de volgende maand, april, ga ik daar verder op in. Maar ik introduceer dit onderwerp zeg maar door middel van de wet van de aantrekkingskracht. Dus mocht jij hierin geïnteresseerd zijn, of je nou een groentje bent op dit gebied, net komt kijken, of dat je er misschien al een tijd mee werkt, dat maakt eigenlijk niet uit. Als je enigszins interesse hebt in manifesteren en de wet van de aantrekkingskracht, dan nodig ik je natuurlijk van harte uit om lid te worden van Love to Learn. En uiteraard zit je dan niet meteen vast voor een hele lange periode. Je kunt elke maand opzeggen. Ik zal wel even het aanmeldlinkje hieronder zetten. En dan gaan wij gewoon deze maand samenwerken met de wet van de aantrekkingskracht. En ik leer jou hoe je dat voor jou kunt laten werken. Dus dit was de eerste keer eigenlijk dat ik op dit gebied, op dit onderwerp uit de kast kom. En ik zal nog even afsluiten met waarom dit van mij best wel spannend was. Dat is toch omdat er een soort labeltje aan hangt. En dat is zweverigheid of geloof of niet intelligent of wat dan ook. Het is maar net hoe je het interpreteert. En ik moet zeggen dat heel veel klanten komen bij mij. Ik denk dat een heel groot deel zegt tegen mij in elk geval van, ik heb jou gekozen. En ze komen echt uit heel Nederland en België rijden omdat je zo praktisch bent. Omdat je niet zo zweverig bent. Hè? Al die sites zijn zo zweverig en jij springt er echt uit. Je bent niet zweverig. Dus door dan nu te zeggen, ja, maar ik werk ook bewust op basis van de wet van de aantrekkingskracht. Ja, dat kan betekenen dat sommige mensen zeggen, oh, ze is toch wel zweverig. En dat die weggaan. En dat mag ook. Dat moet je vooral doen als je op dat moment geen klik meer met mij voelt. Want ik zeg ook altijd in de coaching, moet je absoluut een klik met mij voelen, anders wordt niet wat. Maar ik merk ook dat heel veel klanten van mij, ik heb bijvoorbeeld heel veel mensen met hoogbegaafdheid en een vorm van autisme heb ik ook wel. Heel veel IT'ers ook, heel veel wetenschappers en ook psychologen. Mensen die ook best wel heel erg logisch bezig zijn en logisch denken. En die zijn ook bezig met de wet van de aantrekkingskracht. Wat ik al zeg, hè, ik gebruik het ook heel erg als mindset. En dat is natuurlijk ook het verschil. Je kunt de wet van de aantrekkingskracht ook als je gaat googlen op allerlei manieren interpreteren. En het gaat er ook om dat je kijkt, wat werkt voor mij en wat spreekt mij aan. Maar ik was een beetje bang dat mensen zouden denken, Jezus, waar is die heen gegaan? Die vliegt maar een beetje hier rond. Die is helemaal zweverig geworden. En ik was een beetje bang dat het mensen af zou schrikken. Dat is gewoon ook iets wat in mij zit, dat ik denk, moet ik dan toegeven dat ik dus ook wel spiritueel ben, om het zo te zeggen. En alleen al die zin die, door die uit te spreken, denk ik al. Maar goed, dat is een ander onderwerp. Dus ik hoop dat je het leuk vond om hier naar te luisteren. En als jij nou ook bezig bent met de wet van de aantrekkingskracht of een van de andere universele wetten en je hebt daar iets over te vertellen, nou, laat maar horen. Dat kan hieronder natuurlijk als reactie of door mij een persoonlijk berichtje te sturen. Maar ik ben heel nieuwsgierig of jij ermee werkt en hoe dat voor jou werkt. En ik ga nog veel meer ervaringen met je delen. En ik hoop je in ieder geval te ontmoeten in Love to Learn. Dankjewel voor het luisteren weer. En ik wens je echt een hele mooie, fantastische, fijne dag. Doei doei!